هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بست برودرز سيسترز بست كيكرز ja, gezinskunde, ik weet niet of jullie daarover weten. Gezinskunde is een opleiding die wordt aangeboden door IVU. Een van de mooie initiatieven die de laatste decennia is geïntroduceerd, is het bestuderen van het gezinsleven. Ons geleerden vooraan in Europa adviseren ons om aandacht te vestigen aan het gezinsleven. En het is niet zomaar wat. En daarom heeft IVU het initiatief genomen om een mooie opleiding aan te bieden aan ieder moslim. Eigenlijk heeft ieder moslim zo'n opleiding nodig. Wat is dat voor opleiding? Het is een opleiding waarin je drie belangrijke zaken krijgt. Een eerste onderdeel, een islamitische psychologie vanuit de boeken van onze geleerden zoals Ibn al-Qayyim rahimahullah, waarin de student leert hoe hij zichzelf kan sturen. Hoe hij de ledematen, de fitra eigenschappen kan toepassen in de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Een ander belangrijk onderdeel van de opleiding is het gezinsleven met betrekking tot het huwelijk. Hoe ga je een huwelijk aan? Alles wat te maken heeft met huwelijk, vanaf aanzoek tot de bruiloft en wat er allemaal te maken heeft vanuit de Koran en de Sunnah. Een ander belangrijk onderdeel is de opvoeding in alle fases waarin een kind zich zal verkeren. Dat allemaal volgens de Koran en volgens de Sunna en op de manier van onze geliefde voorgangers en geliefde vooral voorouders, de metgezellen en hun volgelingen en hun studenten. Wat wil ik tegen jullie zeggen, beste broeders en zusters? Dus haast je als broeder en als zuster om deze opleiding te volgen. We hebben de laatste jaren gezien dat de zusters ijverig waren in het volgen van deze opleidingen en dat er weinig broeders dat doen, terwijl het eigenlijk geldt voor de broeders en voor de zusters. Het inschrijven is heel simpel, het gaat via www.ivu.nl. Dan kijk je naar de stad die zo'n opleiding aanbiedt en dan ga je je inschrijven. Wat belangrijk is om te weten, beste broeders en zusters, is wanneer je zo'n filmpje gaat verspreiden door kennissen, vrienden en iedereen wie die je kent of mond-mond reclame doet of zo, weet dat je bezig bent met een goede daad. Een daad waar je de vruchten van zal plukken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden naar het verrichten van goede daden. Walhamdulillah rabbil alameen.